Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen hoe hoog je het zadel van je e-bike kan afstellen of moet afstellen eigenlijk om lekker te kunnen fietsen. Ik heb ook meteen een vraag. Heeft deze video jou geholpen? Overweeg dan eens om lid te worden van ons kanaal. Alles daarover vind je in de beschrijving van deze video. En dan heb ik gelijk ook nog een tweede vraag. Met welke criteria heb jij zeg maar, het zadel van je fiets afgesteld en vind je dat lekker fietsen of is het een beetje uit noodzaak geboren? Laat het ons allemaal eens weten onder in de comments. Ja, de hoogte van het zadel van een e-bike. Het is eigenlijk niet anders dan van een gewone fiets en toch zien we dat er andere keuzes worden gemaakt. Keuzes die ik niet altijd, ik begrijp ze wel, maar ik adviseer ze niet direct. Wat zie ik? Heel veel e-bikers zitten te laag op de fiets. En waarom? Nou, waarschijnlijk omdat je graag met de voeten aan de grond wil kunnen. En dat begrijp ik vanuit het oogpunt van veiligheid. Dat je zegt van nou, dat vind ik fijn, maar tegelijkertijd is het, het is niet zo heel erg goed voor het lichaam. Je merkt eigenlijk niet dat je inefficiënt aan het bewegen bent, want de kracht van de motor neemt alles van je over, waardoor je nog steeds makkelijk fietst, maar je krijgt veel meer buiging van je heupgewricht, van je kniegewricht, van je enkel. En vaak zie je ook dat je minder stil komt te zitten op de fiets als je zo laag zit, waardoor dat weer invloed gaat hebben zeg maar, op je onderrug. Dus er kunnen rugklachten door ontstaan, zadelpijnklachten door ontstaan, noem het allemaal maar op. Dus ik denk dat het een goed idee is om in ieder geval te proberen zo dicht mogelijk tegen die ideale afstelling aan te gaan zitten. Hoe hoog is dat dan? Nou, dat is in ieder geval niet zo hoog dat je, zoals ik nou kan, relatief makkelijk met je voeten bij de grond kan. Eigenlijk is het zo hoog dat je maar net met je voeten aan de grond kan. Dus eigenlijk echt zo met je tenen. Dus dat gaan we even doen. Dan gaan we eens kijken wat dat voor gevolg heeft. Deze fiets is wat klein voor mij. Dus we gaan even kijken hoe ver ik kan komen. Even zo. Een aardig eind in de buurt, denk ik. Zo, je ziet dat ik eigenlijk nog maar net op de fiets kan en dat ik ook maar net met mijn tenen bij de grond kan. Als ik nu mijn voet op het pedaal zou zetten, dan zie je dat ik met een vlakke voet, dus niet met de tenen, maar ook niet met een hak onderuit getrapt, maar met een vlakke horizontale voet, een lichte knik overhoud in mijn knie. En dat is eigenlijk wat ik wil bereiken. Dat ik op een ontspannen manier kan fietsen. Dat ik niet helemaal door hoef te strekken. Maar dat ik ook niet te laag zit, waardoor ik veel te veel kniebuiging heb op het moment dat ik bovenin zou zitten. Maar dan kan ik dus ook slecht met mijn voet aan de grond. Er zijn maniertjes om daar, laten we zeggen, een soort van gulden middenweg in te gaan maken. Dan moeten we even gaan denken in driehoeken. Stap ik heel even van de fiets af. Even kijken of we dat duidelijk kunnen maken. Laten we zo zeggen, de afstand vanaf het zadel schuin naar het pedaal is een grotere afstand dan vanaf het zadel recht naar beneden. In een driehoek. Dus dat betekent dat naarmate ik verder naar achter kom te zitten, de afstand naar mijn pedaal toeneemt. Dus wat zou ik kunnen doen? Mijn zadel bewust iets lager zetten. Maar dan wel op de rails van de zadelpen het zadel maximaal ver naar achter plaatsen. Eventueel zou je bij je fietsenwinkel eens kunnen vragen of er een zadelpen te koop is met meer setback, zoals we dat noemen. Setback is eigenlijk de mate waarin het zadel achter de zadelpen wordt vastgezet. Zodat je zadel wat verder naar achter kan plaatsen. Op die manier niet je zadel hoeft te verhogen, maar wel de lengte of de afstand tussen je zadel en de pedalen laat toenemen. Dat is eigenlijk een trucje waardoor je een soort van tegemoet kan komen aan beide. En wat ik ook belangrijk vind of als tip zeg maar, begin misschien gewoon eens op de stand die voor jou veilig voelt op je e-bike. Maar ga daarna gewoon eens elke week of elke 14 dagen je zadel een beetje hoger zetten. Voor mij een paar 2, 3 mm, maximaal 5 mm per keer. Om op die manier gewoon te wennen aan
een zadel wat wat hoger komt. Ga niet te hoog, hè? Eindig bij de juiste afstelling. Maar probeer wel stapsgewijs hoger te gaan zitten. En probeer de gewoonte af te leren om op je zadel te blijven zitten bij het op- en afstappen. Je kunt altijd ook de keuze maken, ook als man, om gewoon tussen je stuur en je zadel in te gaan staan. En eigenlijk weg te fietsen met een pedaal onderin en je even vooruit te hoppen, zeg maar, en dan op je zadel te gaan zitten. Dat is ook iets waardoor je uiteindelijk al die fietskilometers op een betere fietshoogte komt te zitten, in plaats van ja, dat je eigenlijk op dat incidentele moment van stilstaan, dat je daar je zadel op afstelt. Nou, ik heb geprobeerd je wat inzicht te geven in hoe hoog dat zadel idealiter zou moeten staan en waarom. Een trucje, hoe je er een beetje mee kan spelen. Vond je deze video informatief en heb je er wat aan? Nogmaals, overweeg om lid te worden van ons kanaal. Alles daarover vind je in de beschrijving van deze video. En ik nodig je uit om ook de volgende video weer te gaan kijken.